We hebben dus een trampoline en super chill gras. Oh, 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 oh. Ja, oh. Oh, 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 oh. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees. Ik ben Rutger, ik ben er eindelijk weer bij. De vakantie is weer bijna afgelopen. Mees gaat nog wel naar LA zo meteen, maar we zijn nu weer eventjes gezellig samen. Ja, klopt. Rutger was helaas de vorige keer ziek, dus daarom kon hij niet meedoen. Dat komt omdat hij uit Bangladesh iets terug had gekregen. En dat is niet fijn, daar kan je echt heel erg ziek worden, dus gelukkig gaat het nu een stukje beter. Yes. Ik wil niet helemaal beter, maar ik ga gewoon mijn best doen en ik kan aardig wat tricks. Dat gaat hartstikke goed komen. Maar we hebben ook Tobias en Abbe meegenomen, de broertjes van Rutger. Dus dat is super nice. En kijk eens wat Rutger aan heeft. Rutger heeft een tandem shirt aan. We hebben een blauwe tandem trui. We hebben een zwarte tandem trui. We hebben een zwart tandem shirt met een groene borduring. En eentje met een witte borduring. En de achterkant. En dit is de achterkant. En wil jij er nou ook zo eentje? Dan, wat moet ze dan doen, Rutger? Ga naar de beschrijving en daar staat de website www.team-tenten.nl. En ze zijn super chill, zitten super lekker. Wees er snel bij, want ze gaan best wel hard. Ja, klopt. En nog een leuk nieuwtje, want wat hebben wij binnenkort 14 september, Rutger? 14 september hebben wij een meeting op een nieuwe plek, namelijk in Benschop. Ja. Benschop is vlakbij Gorinchem, dat is een klein plaatsje. Als je in de buurt woont of je wil er sowieso heen komen, ga dan ook even naar de beschrijving. Daar staat ook de link van de fanmeeting in Benschop. Het wordt een superleuke fanmeeting. Het zijn allemaal trampolines, net als bij Elfje, met een hele grote trampolinetuin. Dus ik hoop dat jij erbij bent, dan kunnen we jou daar zien. Sowieso. We hebben dus een trampoline en super chill gras. Wij gaan hier wat leuke trickjes op doen. En ja, kijken wat we kunnen. Abbe, jij mag de eerste trick doen. Kom op. Oh, 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 oh. Oh, precies tegen die paal. Tobias, laat ook even wat zien waar jij zo goed in bent. En dat is backflip. Oh. Oh, nice. Een full. Naar een full. Naar een dubbel full. Oh, lekker gast. Oké, okay, nu ik. Jij. Als ik ergens bang voor ben, is het wel kleine ronde trampolines. Dus ik hoop dat ik hier een beetje iets op kan. En durf. Kleine ronde trampolines. Dat vind ik leuk. De angst voor mees, kleine ronde trampolines. Ah, netjes. Zo, alleen geen dubbel full, want daar was ik een beetje bang voor. Maar dat maakt niks uit. We hebben hier dus ook heel sick gras. En daar kunnen we ook wat runnetjes op. Ik ren vanaf daar aan, doe ik frontflip. Naar het gras toe, naar Arabier. Backflip. Oeh, hoog man. Ja, je komt hier wel lekker uit. Echt mooi hoog. Heel misschien straks dubbel full. Maar, nu nog niet, want we moeten eerst nog warm worden. Want dat is heel belangrijk. Ik ben natuurlijk eerst 3 weken naar Bangladesh geweest. Daarna ook nog naar Italië. En nu ben ik nog een week hier. Dus ik heb al 6 weken ongeveer geen triple full meer gedaan. Ik zeg, we gaan het gewoon proberen. Dus go! We gaan het gewoon proberen. Oh, 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 oh. Nice. Oké, okay, die kan je landen. Die kan je sowieso landen. Je gainert hem een beetje. Eerst even rust en daarna zo meteen nog een keer. Abbe? Nog een keertje dubbel back, maar dan landen. Ja, ja, ja. Oh, oh. Nog één keertje. Ja, 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 ja. Lekker, lekker gast. Hoor. Ik zei net dat ik er heel erg bang voor ben. Kleine ronde trampolines. Maar ik denk dat ik ook wel even dubbel back ga proberen. Oh. Of dubbel side. Wat zou ik doen? Oké, okay, ik doe steempjes schaar met Rutger. Als ik win, doe ik dubbel side. Als Rutger wint, dubbel back. Oké. Okay. Hey, ik won. Spring mooi hoog. Hey, okay, let's go. Oh, ik dacht echt dat ik veel te ver naar achteren ging, maar ik had hem. Dubbel sideje moet dan ook wel meteen, hè? Ja, doe maar gelijk. Als deze goed gaat, doe ik hem naar het gas toe. God, meer dan clean. Die was perfect. Die was echt perfect. Oh, nice. Ik had het echt niet verwacht dat ik hier dubbel back en dubbel side zou doen. Ik heb het wel gedaan, maar dames en heren, jongens en meisjes. Ben je nou nieuw op dit kanaal? Moet je even abonneren hier beneden. We gaan alweer richting de 100.000. Nog wel 30.000 vanaf, maar dat maakt niks uit. Richting. Dus abonneer hier beneden. Druk op het belletje. En laat een likeje achter voor deze video. Er komen nog hele super vette, coole video's aan. Dus wees sowieso geabonneerd. Van de schippers is Tobias de enige die nog niet helemaal goed backflip kan. Dus, soms laat ik hem wel, soms, ja, laat ik hem soms niet. Wel. Het is een beetje per dag verschilt het, zeg dus maar. Eerst met hulp van Rutger. Yes. En daarna alleen. Let's go, you got this. In de tent een trui, nu gaat hij gewoon lukken. 1,
Oh, nice. Durf je hem alleen? Ja. Oké, let's go. Ja, oh, nee, die was close, gast. Hij deed echt zijn vingers tot de raakte heel licht het gras. Nee. Oké, ik ga een sideflip in de trampoline doen, dan één keer weer een sideflip uit de trampoline. Kijk of het lukt. Ja. Oh, 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 oh. Lekker. Ah. Hele sikke combo. Let's go. Nu is mijn beurt. Ik ga proberen frontflip Arabier backside. Dan kom ik dus zo uit en probeer ik kartside. Een verkeerde kant radslag. En dan moet ik daar nog een sideflip uit proberen te poppen. Yes! Yes! Yes, yes, finally! Lekker. Nu heb ik hem wel geland. Ik heb hem al 2 keer gedaan. Alleen, dat was voor de video. En toen land ik hem niet. Nu land ik hem wel. Let's go! Volgende wat ik eigenlijk wil proberen is eerst frontflip Arabier back full. Als hij hoog genoeg komt, frontflip Arabier dub full. Mees, ik moet sowieso nog een dual full in deze video ja, komen. Ja, die ga ik zo meteen wel doen. Anders is het dus of met trampoline of zonder trampoline, maar dat zie ik vanzelf al. Ik ga ook nog 1 keer de combo die net deed opnieuw doen. Nog wat cleaner, nog wat mooier. Dat moet lukken. Hé, hey, veel beter, gast. Hey, is veel beter, hè? Let's go. Oké, nu moet ik frontflip Arabier back full. Kijk dan. Zo makkelijk. Zo hoog. Hoe inzicht deze man. Ga je lekker. Mij kennende land ik die niet first try, omdat ik hem dan net iets te zacht inzet, maar second try denk ik wel. Wel, hier is het gas net wat harder, maar ik moet hem wel gaan doen. Je dus kan hem. Eventjes op de foto met wat fans. Shout naar jullie. Daarna ga ik dub full doen. Die frontflip Arabier dub full is best eng. Dus even om mezelf te pushen, heb ik een challenge voor Abbe. Abbe doet hier in de trampoline frontflip. Frontflip eruit, Arabier backflip. Als hij hem in 1 keer landt, zet ik in 1 keer frontflip Arabier dub full in. Let's go. Abbe. Op. Voorzitter Abbe, kom op. Ja, ja, ja. Ja. Let's go, ouwe. High five. Sick. Shirt gaat uit, betekent 1 ding. En dat is power. Beetje under-rotated, dus ik ga hem zo meteen nog een keer doen. Maar ik hoorde dat Rutger al een idee had. Abbe doet frontflip, Arabier backflip. Jij doet frontflip, Arabier full. En yes. Ik doe frontflip, Arabier dub full. Let's go. Ja, ja, ja. Lekker, oké, okay, Rutger. Easy, oké, okay, nu ik. Wat? Hey, nice. Maar ik ging er ook bij liggen. Ik wou zeggen wat nice. Een snelheid, maar dat was ook zo. Maar je landde niet. Ik ga even weg. Ik snap hem niet. Net landde ik hem wel, dus ik vind het prima. Maar ik heb hem wel ingezet. Let's go. Wat ik nu nog wil doen, is denk ik die dubbel side. Ik ga eerst een keertje de sideflip zetten. Als ik dan hoog genoeg kom, dan zet ik hem gewoon in. Ik denk dat ik hem wel haal. Ik denk dat je echt kan, jongen. Veel moeite. Als je vol ervoor gaat, ja. Armen hard inzetten, klein maken. Staan! Lekker! Oeh! Ik schoot bijna daar een veer los. Nee? Daarom, anders had ik hem geland. 100%. Maar hij ging wel weer bijna te snel, hè? Ja, ik dacht ik moet nu vol inzetten, want als ik weer zo'n moment heb dat ik weer... Ja, 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 nee, dat moet je niet hebben. Ik kan hem landen. Heel lekker. Echt. Dit is veel te makkelijk. Let's go. Ik had hem gewoon. Let's go! Ik moest van Abbe let's go zeggen, want ik zeg altijd let's go, dus vandaar. Maar maakt niet uit, ik heb hem geland. Laat sowieso een duimpje omhoog achter voor deze sikke trick. Wat we nu gaan doen, als laatste stukje van de video, een game of ad. Op de trampoline, kijken wat we ervan kunnen maken. Deelnemer 1, Tobias. Deelnemer 2, Abbe. Deelnemer 3, Rutger. Deelnemer 4, Mees. Game of ad. Tobias begint, want Tobias kan de minst verschillende salto's. Doe maar. Ik begin met een standing layout backflip. Oké, okay, go. Let's go, Abbe. Oké, okay, Rutger. Hey. Deelnemer nummer 3. Layout. Layout. Back full. Nice. Backflip. Backflip. Back full. Sideflip. Oh, zo naar je rug. Layout, layout wil ik nog wel doen, maar helaas kan ik geen back full. Dus ik nou, doe maar snel een layout, layout. Ik zal even proberen wat ik er nog van kan maken. Ja, nou,
Abbe. Abbe. Oh, naar Poe over dus. Oké, go. Je hebt maar één kans deze game. Nice. Heel sick, Nick. Back. Back. Full side naar zijn rugje. Oké. En dat betekent dat ik meteen al af ben. Want ik heb nu nog een try. Maar Abbe is aan de beurt. Let's go. Abbe. Oh, shit. Dit is helaas weer het einde van deze video. We hebben lekker getraind. Rutger is eindelijk weer terug. Helaas ga ik vandaag, deze dag dat de video online komt, alweer weg. Maar er komt een hele leuke video aan. Dus hou ons YouTube kanaal in de gaten. Volgende week zaterdag een super leuke video. Yes, en we zitten weer vol nieuwe ideeën. Dus komen er sowieso de komende tijd komen de hele vette video's aan. Dus abonneer en blijf op de hoogte van Team Tantrum. En dan zien we jullie bij de volgende video. Later!